Hallo allemaal en welkom bij de eerste online aflevering van de podcast van De Makers. Mijn naam is Diede Vonk, ik ben actrice en zangeres. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik dat ik tegen best wel wat dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? En hoe hou ik mezelf productief zonder een baas in de buurt? Dus daarom ben ik deze podcast begonnen. Om andere inspirerende makers te vragen hoe zij dat doen. Leven en ondernemen in kunst en cultuur. En vandaag heb ik een hele, hele leuke gast. Dat heb ik elke week, maar vandaag ook weer. Het is namelijk Justin Samgar. Hij is spoken word artist, sowieso artiest, voice-over, woordkunstenaar, dichter, noem maar op. Hij stond eigenlijk aan de wieg van de Nederlandse spoken word scene. Zijn allereerste optreden was bij de Poetry Slam. Die won hij ook meteen. Daarna werd hij huisdichter bij BNN, bij 3FM. Hij toerde met een eigen theatertour, bracht een bundel uit. Hij deed dus ontzettend veel. En hij merkte ook op een gegeven moment dat hij zijn creativiteit en artisticiteit in kon zetten bij evenementen en bedrijven. Dat ging hem heel goed af. Hij ontwikkelde een enorm netwerk en vanuit daar ontwikkelde hij Spoken Word Agency, of Spoken Agency eigenlijk, waarin hij allerlei 32 andere spoken word artiesten onder zijn vleugels neemt en ja, door zijn connecties die hij heeft, helpt aan allerlei grote opdrachten voor bedrijven. Hij is dus echt artiest en ondernemer. En ik vind het heel tof hoe hij heeft gekeken hoe zijn werk ook iets kan toevoegen aan een commerciële sector. En hoe hij tegelijkertijd ook zelf nog allerlei eigen artistieke projecten ontwikkelt. Nou, hoe doet hij dat allemaal samen? En hoe is zijn weg gelopen tot hier? Dat ga ik hem allemaal vragen. Hij heeft namelijk ook een hele ongebruikelijke jeugd gehad. Hij is opgegroeid in een secte van Jehovah getuigen. Daar is hij op hele jonge leeftijd uitgestapt, waardoor hij ook zijn familie verloor. We gaan het hebben over hoe dit hem gevormd heeft en wat hij heeft gedaan om hierna weer op te krabbelen. Heel veel luisterplezier. Oh, en ik moet er nog bij zeggen, ja, net zoals dat dit voor het eerst is en misschien nog een beetje awkward is, is het ook voor het eerst dat ik dus een schermopname maakte tijdens het videobellen. Die ging een beetje later aan, kwam ik later pas achter. Dus het eerste stukje heb je nog even geen beeld. Je hoort het wel, dus daar plak ik nog even een leuk fotootje of zoiets tussen. Nou, veel luisterplezier. Ik ben Justin Samgar en ik ben nu sinds 2009, 2010 sta ik op het podium met spoken word en podiumpoëzie. En dat doe ik eigenlijk heel vaak in combinatie met muziek. Ik heb een theatershow gedaan waar ik 1,5 à 2 jaar mee heb getoerd, een bundel uitgegeven. En ik denk 4 of 5 EP's met muziek. Verschillende soorten muziek. Ik werk samen met klassieke ensembles, maar ook met techno-producers. Heb ook met hip-hop-producers samengewerkt en met een aantal rappers. En ik blijf eigenlijk hele leuke dingen maken, vind ik zelf. Ja, heel tof. Hele verschillende dingen ook dus. Je staat op heel veel verschillende plekken met spoken word. Ja. Maar ik ga dus altijd met mijn gasten een beetje kijken van hoe ben je gekomen tot waar je nu bent? En van jou viel het me heel erg op dat ik heel veel kon vinden over vanaf 2009. Inderdaad, dat je toen bent begonnen met spoken word. Maar dat het soort van daarvoor een hele periode was waarvan het leek alsof die niet bestaan had of zo. Dat ik dacht, maar wie was je daarvoor dan? Daar was ik heel benieuwd naar. En toen vond ik ergens dat jij bent opgegroeid in een secte van Jehovah's getuigen. En ja. Hoe is dat gelopen en hoe ben je uiteindelijk gaan beginnen met spoken word? Daar ben ik in geboren. Zo is dat gelopen. En toen ben ik op mijn 16e weggelopen. Omdat het is heel zwart-wit. Dus er is niet echt een keuze van, ik vind het niet zo leuk, maar ik wil wel thuis blijven wonen. Die mogelijkheid was er niet. Dus toen ik 16 was, ben ik weggelopen en in het begin kom je dan in opvanghuizen natuurlijk voor kinderen die het niet zo top hebben thuis. En vanaf mijn 18e ben ik eigenlijk op mezelf gaan wonen, van school afgegaan en gaan werken. En het werk wat je dan krijgt, ja, dat is
wat ik kreeg was magazijnwerk, fabriekswerk, want ik had geen opleiding. Later ben ik wel in winkels gaan staan als winkelmanager. Ik ben hovenier geweest, ik heb langs de deuren verkocht. Weer. En ja, een heleboel verschillende dingen gedaan. En op mijn 28e kreeg ik opeens een burn-out en kwam ik erachter dat ik helemaal niet gelukkig was, omdat ik ja, niet echt geloofde dat er mogelijkheden voor mij waren om te kunnen doen wat ik leuk vond. Dus ik was gewoon geld aan het verdienen. En ik was vaak aan het werk met en voor mensen. Ja, die met wie ik niet op hetzelfde niveau kon komen, zeg maar. Niet over dingen kon praten, van mijn gevoel. Ja, dat vond ik heel lastig. En daardoor ben ik, denk ik, ook onder andere in die burn-out gekomen, omdat ik gewoon niet gelukkig was. In die burn-out ben ik heel erg op zoek gegaan van, hey, hoe kan het nou beter? Want ik ben 28 en ik zit er helemaal doorheen. Hoe kan het nou? Dus ik ben heel intensief traject ingegaan. Ik heb mezelf 3 maanden laten opnemen. Ja, ik kon ervoor kiezen van het ziekenfonds zegt van, oh, je krijgt 10 sessies met een psycholoog vergoed of zo per jaar. En toen dacht ik, maar dan ben ik over een jaar heb ik 10 gesprekken gehad. Dat zie ik niet echt zitten. Ik zie dat ook niet opschieten, zeg maar. Nee. Dus toen dacht ik, ik hoorde van iemand, ja, je kan je ook 3 maanden laten opnemen en dan krijg je elke dag therapie. Ik zeg, nou ja, dat klinkt verschrikkelijk, maar ik doe dat maar. Maar dat zijn een beetje de twee opties die je dan krijgt vanuit de overheid, zeg maar, of 10 losse sessies, of je laat je echt 3 maanden opnemen. Dat was zo. Nu kan dat ook niet meer. Het is nu gewoon echt 10 sessies. Maar toen was er nog de mogelijkheid voor, oké, je kan je ook 3 maanden laten opnemen in zo'n herstellingsoord. Dat was in Laren toen. En daar zat ik met 40, 50 mensen of zoiets. En die waren allemaal stuk ouder dan ik. En ze hadden ook allemaal aan de antidepressiva. En ik niet. En daar heb ik 3 maanden lang ja, heel erg veel inzicht gekregen in wat de oorzaak was van mijn ongelukkigheid, mijn burn-out, mijn stress, mijn depressie. En dat heeft me heel erg vooruit geholpen. Ik had wel na die 3 maanden dat ik een beetje in een gat viel. Van, en nu dan? Ik heb 2 jaar toen in die burn-out gezeten. En in die burn-out ben ik wel gaan kijken van, ja, maar wat vind ik nou eigenlijk leuk? Maar dat is waar ik achter kwam in die herstellingsperiode van, oké, ik doe helemaal geen dingen die ik leuk vind. Ik denk alleen maar, ik moet werken. Ik moet geld verdienen. Ik moet een man zijn. Ik moet niet janken. Ik moet voor mijn vrouw zorgen. Ik was toen getrouwd. Dus ik had alleen maar van dat soort standaard dingen waarvan ik dacht van, oh ja, dit moet, zodat ik normaal ben. En pas na die herstellingsoord, zeg maar, van 3 maanden, kwam ik erachter van, hey, ik kan ook gewoon gaan kijken naar wat vind ik eigenlijk leuk en dat een kans geven. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel neer op iets met kunst. Ik heb altijd al geschreven. Ik kwam in die periode er ook achter dat ik heel goed was met boetseren. Ja, dat kon ik dus ook. Je bent En toen gewoon dacht ik van van, nou, alles gaan proberen of ja, ik had tijd, zeg maar, net als dat we nu allemaal hebben. En ik denk als je wat meer tijd hebt, dat je dan ja, ook gewoon meer ruimte hebt om jezelf te kunnen ontdekken en te zien wat je wil, wie je bent. En ik ben me toen daarop gaan richten, op kunst. Ben weer gaan schrijven, had ik al een tijdje opgegeven. En toen bedacht ik me van, oh, ik heb alles van mezelf geschreven. Misschien is het nu leuk als ik voor andere mensen ga schrijven. Dus dat ik iets ga schrijven waarvan ik denk van, oh, dit zouden andere mensen ook leuk vinden. In plaats van dat ik mijn eigen frustraties gewoon op papier gooi, zeg maar. En eigenlijk ben ik dat meteen gaan doen. En toen ben ik gaan optreden daarmee op een Poetry Slam. Dat is een poëzievoordrachtwedstrijd. En mijn werk daar laten horen, die Poetry Slam, heb ik toen meteen gewonnen. en dat was de eerste En keer toen dat de. je werk ergens liet horen. Ja, Dat is toch klopt. ook bizar eigenlijk? Dat je Ja, gelijk dat wint was. ook.
Ja, maar het was ook heel heftig hoor. Ik denk dat ik een half jaar lang teksten heb geschreven en geoefend voor de spiegel. Om alles uit mijn hoofd te kunnen. Omdat ik gewoon, ja, ik wilde gewoon binnenkomen bij mensen. En dat was gelukt. Mensen stonden te janken daar. En dat was heel mooi. Alleen toen dacht ik wel van, oké, dit is gelukt. Nu wil ik mensen aan het lachen maken. Dus toen heb ik nog een paar dingen geschreven. Daar ook bij een andere Poetry Slam mee opgetreden. Ook een succes. Vrienden van mij die hadden het opgenomen op film. En toen zag ik dat filmpje. En dat was één gedicht waarin ik in de rol kroop van een vibrator. En waarin ik steeds sneller ging, zeg maar, tot ik uiteindelijk tot een climax kwam. En toen ik dat filmpje zag, dacht ik van, oh, dat is perfect voor een aflevering van Spuiten en Slikken of zo. Dus toen heb ik het naar ze gemaild. En toen werd ik diezelfde dag nog teruggebeld van, hey, wil je dat bij ons komen doen? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik dat komen doen. En toen was ik opeens bij Spuiten en Slikken. 10 jaar geleden hadden die 800.000 kijkers per week. Nu niet meer. Maar toen wel. En dat was dus heel fijn dat je meteen van een heleboel mensen krijgt te horen van, hey, dit is tof, dit is leuk, dit is Ja. lachen. Ik heb toen heb ik de rest van het seizoen mogen afmaken als huisdichter van Spuiten en Slikken. En ik heb daarna nog 1,5 jaar gewerkt bij 101 TV om het nieuws te presenteren in dichtvorm. Ja. En ben toen ook ja, andere podia gaan benaderen, andere media gaan benaderen. En op een gegeven moment ook bedrijven. Om te kijken van, hey, kan ik wat voor jullie doen? Want ik moet ook geld verdienen. Ja. En zo is het eigenlijk steeds verder ontwikkeld de afgelopen 10, 11 jaar. Ja, wat tof, want we gaan er nu inderdaad in een sneltreinvaart doorheen. Want ik dacht inderdaad vooral, je bent in 2009 begonnen, in 2010 ben je al de huisdichter bij Spuiten en Slikken. Dat is dus eigenlijk ook Ja. een soort toeval dat dat daar net paste en dat zo in elkaar klikte. Je bent gewoon in één keer zo bam binnengekomen in die hele spoken word scene eigenlijk. Ja, die spoken word scene was er toen niet echt. Dus dat was ook wel een dingetje. Er waren wel een paar rappers die hun teksten lieten horen zonder muziek. En de een was daar heel goed in, de ander moest daar nog een beetje aan wennen. Maar dat was wel mijn inspiratie. De broer van Typhoon, Blackstar, die organiseerde toen nog evenementen daaromheen. En er kwamen eigenlijk allemaal rappers en één of twee dichters die dan mijn werk lieten horen. En dat was eigenlijk mijn grootste inspiratiebron om te beginnen ook. Ja. Door Blackstar, omdat hij dit organiseerde. En dat ik dacht van, ja, tof, dit wil ik ook, dit kan ik ook. Want dan ben ik ben geen rapper en ik ben geen dichter. Maar ik kan dus, er is dus wel plek voor me, Ja, dacht ik toen. precies. Want je moet toch inderdaad die vorm ergens gezien hebben of weten dat het bestaat of zo, voordat je denkt, oh ja, dat Ja. kan ik gaan doen. En Ja, zeker. want die Poetry Slam was er dus wel, maar was dat eigenlijk meer echt puur voor dichten dan? Ja, dat is een beetje, denk de voorloper van spoken word in Nederland. Ja. Omdat het waren zeker wel dichters. En je werd ook zeker afgerekend op je poëtische gehalte. En dat werd ook meteen gezegd vanaf de eerste Poetry Slam van, nou, je bent eigenlijk, is het geen poëzie, maar we vinden je zo goed dat we je laten winnen. Zo, Maar waarom oké, is het dan geen prima. poëzie? Dat is toch eigenlijk, ja, wat is het verschil of zo? Ja, dat weet ik dus niet, omdat ik geen poëzie. Ja, ik denk dat poëzie gewoon. Kijk, er zijn bepaalde regels voor poëzie. En die zijn gemaakt voor papier. En om het zo compact, mooi mogelijk op papier te krijgen, dat je nog een beetje iets kan verzinnen van, oh, misschien betekent dit, misschien betekent het dat. Maar dat het niet klinkklare onzin is, zeg maar. Het betekent wel allemaal iets, maar het is vrij intellectueel en op papier. Ja. Terwijl spoken word gaat echt over het podium. Ja. En ik denk wat Poetry Slam toen deed, was van, ja, wij maken wel allemaal poëzie, maar we maken er ook een mooie performance van, zeg maar. Ja. Dus dat trok me wel heel erg aan.
Ik heb ook heel veel poetry slams gedaan de eerste 2 jaar. Ik heb ook 2 keer in het Nederlands kampioenschap poetry slam de halve finale gestaan, geloof ik. Maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen van, hey, ik wil dat niet meer. Want ja, ik sta hier in de halve finale en jullie beoordelen mij. Terwijl ik ben op televisie en ik kom er van rond bij bedrijven. Ik zeg, waar hebben jullie het over? Ik ben gewoon de beste. Dus dat dacht ik toen. Ja? Ja, dat dacht ik toen. Dat heb je als je meteen op tv komt. Ja, tuurlijk, maar dat kan ik me ook wel voorstellen als je een soort van begint en je bent gelijk bam. Nou ja, hier voor de luisteraars, ik hou mijn hand in de lucht. Het gaat gelijk supergoed. Terwijl je Ja. voor je gevoel misschien een beetje vanuit het niks kwam. Want je zei, ik schreef altijd al wel, maar wat voor dingen schreef je dan in de tijd daarvoor? Ik ben al heel jong begonnen met gedichten schrijven en ik denk dat ik op mijn 12e tot mijn 14e begon ik hip-hop te luisteren en toen werden het rapteksten. Ik begon eerst rapteksten van anderen over te schrijven en daarna mijn eigen rapteksten in het Nederlands te schrijven. En ik heb ook zelfs wel pogingen gedaan in de studio om dat echt op te nemen en dat was ook leuk. Alleen toen ik het luisterde, dacht ik van, dit is niet per se bijzonderder dan andere rappers, dus ik ga dit niet mee door. En toen ben ik ermee gestopt. En pas na die burn-out dacht ik van, oh ja, misschien ben ik toch wel goed met tekst en dat verder gaan uitbouwen. Ah ja, oké. Okay. En inderdaad, je kwam, dus je hebt een aantal wedstrijden gedaan. Die Poetry Slams is elke keer een soort van beoordeling van andere mensen die mogen zeggen: jij bent de beste of niet. Ja. Ja, ik snap heel goed dat je daar toen uitgestapt bent. Want heb je elke keer dat ook nodig om meer klussen te krijgen of om meer. Want ik kan me voorstellen, heel vaak zijn dat soort wedstrijden ook een soort van springplankjes om weer verder te kunnen met jouw kunst ergens en weer gezien te worden. Maar jij was natuurlijk al op televisie. Dus Ja. ja, voelde dat voor jou ook echt als in, ik heb jullie niet meer nodig dan of zo? Ja. Ja, dat was misschien niet heel verstandig, maar ik had op dat moment het gevoel van, hey, ik ben er al, ik verdien geld, ik ben op tv en jullie komen me elke keer vertellen dat ik geen dichter ben. Dus ja, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik heb wel heel veel van ze geleerd over wat poëzie is en hoe ik mijn woordkunst mooier of beter kan maken. Ze hebben me heel vaak gewezen op dingen die ik elke keer doe in mijn teksten. Dus ik ben er wel heel bewust van geworden van dingen die ik doe. Maar ik kan op een gegeven moment, ja, heb ik gewoon de keuze gemaakt van, hey, ik wil niet meer met die wedstrijden meedoen. Want ik vind mezelf goed genoeg en ik denk dat ik genoeg geleerd heb van jullie om nu zelf door te kunnen gaan, zeg maar. En daarmee heb ik wel meteen mezelf een beetje verwijderd, denk ik, van de poëzie scene voor mijn gevoel. Wat ook een kleine scene is natuurlijk. En ja, ik denk dat ik toen ook misschien mijn kansen heb verspeeld om echt een dichter te worden, misschien. I don't know. Het was echt een gevoelskwestie. En wat je net, je bent ook gewoon in je eentje dit ding aan het doen. En je krijgt van iedereen commentaar. En van andere mensen krijg je weer complimenten. En je moet zelf maar uitmaken Ja. wie er gelijk heeft. En hoe je verder gaat, zeg maar. Dus op dat moment dacht ik van, hey, ik wil gewoon zelf verder gaan. Ik moet gewoon mijn geld kunnen verdienen hiermee. En het voor mezelf ook leuk houden. Ja, dat is het ook. Want het is ook wel heel sterk om dan toch te zeggen van ja, ik hoef misschien niet helemaal in jullie malletje te passen van wat een dichter zou moeten zijn. Want ik heb mijn eigen stijl en die vind ik misschien al goed genoeg. Het is best wel knap als je dat toch zo durft te voelen of zo. Dat, ook al ben je nog niet lang bezig, dat je toch dat eigen pad daarin dan al gaat bewandelen. Want ik denk ook Ja. veel op opleidingen misschien dat je soms hoort van een docent die vindt het niet goed, die vindt het weer wel goed. Dat het soms best wel moeilijk is om dan je eigen stem daarin te vinden. Maar het klinkt wel alsof je die eigen kwaliteit of eigen stem dan best wel snel al gevonden had. Klopt dat?
Ja, ik ben er nog steeds mee bezig. Het was voor mij alleen dat ik het gevoel had van, hey, ik ben met iets nieuws bezig. Ik had toen echt nog niet het idee dat dat spoken word heette. Ik dacht gewoon, nou, ik ben gewoon een dichter, maar dan eentje die niet wordt geaccepteerd door andere dichters. En pas later begon de spoken word scene een beetje te groeien. En zag ik van, oh ja, eigenlijk ben ik gewoon een spoken word artiest. Oh ja, oké. En dat maakt het wel allemaal een stuk makkelijker, want van poëzie is er natuurlijk al eeuwenlang een bepaald soort begrip. En er is een opleiding en er zijn Neerlandici en er zijn mensen die denken dat ze het allemaal heel veel van weten. En er is een soort van elite waar je wel of niet in komt. En er zijn uitgevers waar je dan wel of niet goed genoeg voor bent. En dat heb je met spoken word niet. Spoken word is gewoon heel open. Er zijn nog helemaal geen regels opgesteld. Het is een soort wilde westen. Iedereen doet maar wat. Daardoor is het heel erg gegroeid de afgelopen jaren. Maar ik denk dat daardoor ook de kwaliteit misschien ja, niet super hoog is van de meeste spoken word, zeg maar. Omdat er geen regels zijn. Maar, dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, dus je hebt niet een soort van graadmeter van nu mag het spoken word heten of zo. Dus. Nee, iedereen noemt zichzelf spoken word. Zelfs als je nog nooit op een podium hebt gestaan en alleen maar dingen doet voor de camera, dan kun je jezelf tegenwoordig al spoken word noemen. Terwijl ik denk, ja, volgens mij is het echt podiumkunst. Ja. Maar goed, hier ben ik. Er is geen Ah, ja. elite in Ja. spoken word. Dus. Nee, maar dat is ook wel weer mooi. Maar je was toen eigenlijk dus een beetje uit de poëzie scene. Heb Ja. je toen ook weer een soort van nieuwe community gevonden met het spoken word? Want dat was er toen nog niet echt. Hoe is dat toen, ja, ontstaan? Ik ben van het begin af aan, toen ik net ben begonnen met optreden, ben ik meteen naar Amsterdam verhuisd. Ik kwam toen al heel snel op een broedplaats voor kunstenaars, Heesterveld in Amsterdam Zuidoost. En daar woonden heel veel rappers die ik tof vond. Zoals Dredd en Krullen en Gikkels, MO en Bracco. En die woonden daar, dat waren opeens mijn buren. En daar heb ik dus ook mee samengewerkt. En zij zagen mij wel als een dichter. Dus voor mij was dat van oké, maar dit zijn mensen die ik tof vind. En die bij mij in mijn omgeving zitten. En zij vinden mij wel een dichter. Dus ik heb toen de poëtische scene gelaten. Maar ik heb mezelf gewoon wel jarenlang als dichter geprofileerd. Ik dacht van ja, nou prima. Ik heb genoeg mensen die vinden dat ik het wel ben. Ja. Dus ik ga daar gewoon mee door. Totdat ik op een gegeven moment. Dus dat was eigenlijk ook een beetje mijn scene. 80 verschillende kunstenaars. Die allemaal bij elkaar woonden. Vet, heel vet. En ja, dat geeft ook inspiratie. Om dingen te doen. Als je gewoon zangers en dichters en rappers en theatermensen om je heen hebt, dan word je door van alles beïnvloed. Dus ik denk dat dat vooral mijn invloed was in het begin. En je zei net ook al, ja, ik wil hier gewoon mijn geld mee verdienen. Je hebt voor echt mega veel bedrijven gewerkt. Hoe heb je dat opgebouwd langzaam? Want je was natuurlijk al een beetje bekend van tv. Hoe heb je toen vervolgens die klantenkring uitgebreid? Ja, misbruik gemaakt van het feit dat ik op tv was. Dus ik heb bedrijven benaderd van hoi, ik ben de huisdichter van BNN. Vinden jullie het leuk als ik iets kom doen op jullie bedrijfsfeest? En ik ben eerst bedrijven gaan benaderen die te maken hadden met seks. Want ja, ik was huisdichter van Spuiten en Slikken. Dus dan is de connectie makkelijk te maken. Dan kom je op hele rare feestjes te staan. Maar dat was wel leuk. En op een gegeven moment ben ik steeds meer bedrijven gaan benaderen. Omdat ik ook besefte van, hey, ik kan niet in die sekshoek blijven hangen. Want er zit niet echt heel veel toekomst in. Dus ik ben steeds meer bedrijven los gaan benaderen. Van, hey, dit is wat ik doe. Op een gegeven moment krijg ik steeds meer inzicht in hoe de markt in elkaar zit. Want ik had geen idee. Dus op een gegeven moment ontdekte ik van, oh, er zijn evenementenbureaus. Oké. Cool, dus dan ga ik die benaderen. Toen ben ik evenementenbureaus gaan benaderen van hey, kan ik met jullie samenwerken? Ik ben festivals gaan benaderen van hey, kan ik dingen doen op festivals?
Ja, hoezo? We kunnen jullie toch geen uur op een podium zetten? Nou ja, laat me dan dingen tussendoor doen of als randprogrammering. Dus toen heb ik aan de ene kant concepten verzonnen voor festivals die je kon doen. En aan de andere kant heb ik ook gekeken van wat hebben die evenementenbureaus voor bedrijfsfeesten nodig qua acts waar ik op in kan spelen. En met de jaren ontwikkelde ik een aantal concepten zoals de Spoken Word Openings Act. Dus dat je iets opent met een Spoken Word performance in opdracht over de nieuwe huisstijl, de nieuwe bedrijfsmissie of dat je iemand in het zonnetje zet die er nu al 25 jaar werkt bij zo'n bedrijf. Ik heb de live wrap-up heel veel gedaan op evenementen. Dus dat je de boel ter plekke samenvat in een gedicht, spoken word tekst. Korte gedichtjes schrijven voor bezoekers van zo'n evenement ter plekke. Dat je naar mensen toe gaat, een leuk praatje, dan een klein gedichtje aan ze geeft. Social media teksten, campagnes. En op een gegeven moment heb ik ook ontdekt hoe ik een beetje in de voice-over wereld kon komen. Ik heb heel veel cursussen gedaan voor voice-over werk. En toen ben ik dat steeds meer gaan doen. Als voice-over voor commercials, bedrijfsvideo's, animaties. Ik ben die teksten voor voice-overs ook gaan schrijven. Dus creative copywriting heet dat. Dus in de loop der jaren werd het steeds duidelijker waar ik mijn creatieve project kwijt kon in de commerciële markt. Dus ik ben eigenlijk van het begin af aan gaan kijken van hoe kan ik dit, ik ben dichter, in godsnaam toepassen bij bedrijven. Hoe kan ik erachter komen wat zij van mij nodig hebben? Dus hoe kan ik dit gewoon toepassen, zeg maar? En dat is op een gegeven moment, heeft dat zich uitgekristalliseerd tot wat het nu is, zeg maar. En was daar dan ook nog weerstand? Want ik ken ook een hoop kunstenaars die willen gewoon op een podium staan, maar die willen niet bij een bedrijf iets doen. Was dat bij jou ook, zag je daar een soort verschil tussen? Want het klinkt alsof je best wel snel al die stap hebt gemaakt naar, ja, ik wil er ook gewoon goed geld mee kunnen verdienen en hoe pak ik dat aan? Was daar nog een moment van weerstand tussen of helemaal niet? Nee, ja, per klant soms wel. Ik merkte dan, kijk, in essentie had ik er geen problemen mee om voor bedrijven te schrijven. Alleen ik merkte bij sommige opdrachtgevers dat dan wilden ze opeens op het allerlaatste moment iets heel anders. En dat ik dan toch een beetje in mijn artistieke ego was gekrenkt of zo. Dat ik, waarom? Ik wil dit doen. dus nou ja, dan zag ik mezelf ook weer knorrig doen. En dan dacht ik, ja, wat doe je nou weer de knorrige artiest uithangen? Je moet gewoon geld verdienen. Je moet ook gewoon je huur betalen. Dus dat heb ik een paar keer gehad. Maar mezelf kunnen corrigeren daarin. Want in principe, als je voor een bedrijf schrijft, dan schrijf jij aan hun verhaal. Dus je helpt hen met hun verhaal. Het is niet dat ik mijn verhaal loop te vertellen daar. Ik help hen met hun verhaal. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat een artiest doet als die een cursus geeft aan scholieren. Je helpt scholieren met het helpen van hun verhaal. Je schrijft niet jouw verhaal. Je vertelt ze niet, je moet precies zoals mij doen. En dan ben je artiest. Nee, je probeert ze te helpen met hun verhaal en met hun artistieke ontwikkeling. En dus zie ik niet het verschil tussen scholieren een spoken word cursus geven of spoken word voor een bedrijf doen. Behalve als het Shell is natuurlijk. Want ja, oké. Er zijn sommige bedrijven waar ik niet mijn handen aan wil branden. Maar in principe is het gewoon het helpen van andere mensen met mijn creativiteit. En daar verdien ik geld mee. En alle artiesten, bijna alle artiesten, komen rond van workshops geven. Terwijl ik niet vind dat iedereen een goede workshopdocent is. En zeker niet als je zelf pas 1 jaar op het podium staat. Dus ik heb altijd zoiets gehad van, ja, jullie lullen maar. Ik doe gewoon bedrijven. Ik heb heel vaak gehoord van, oh, je bent de commerciële dichter, je bent de commerciële lul, of je bent een gladde jongen, of whatever. Interesseert me niet. Ik geef tenminste geen prutsworkshops op basisscholen voor heel weinig geld. Ik ben nog steeds niet rijk. Ik verdien geen bergen met geld. Ik bedoel, het is niet dat ik elke dag voor bedrijven schreef of zo.
Nou, ik verdiende er genoeg mee om van rond te komen, zeg maar. Dus dat was voor mij het belangrijkste. Het is nooit mijn intentie geweest om stinkend rijk te worden hiermee. Maar gewoon om er normaal mee te verdienen. En dingen te doen die ik leuk vind. En wat ik ook merkte, is dat als ik bijvoorbeeld moet schrijven voor een champagnemerk of voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of gemeente Amsterdam of Microsoft, het is allemaal heel leerzaam. Want zij hebben een bepaalde tone of voice. Zij hebben een bepaald publiek wat ze op een bepaalde manier mee communiceren. En zij hebben een publiek wat ik nooit zal bereiken. Microsoft, ik zal nooit de grootte van hun publiek hebben, zeg maar. Dus voor mij is het heel leerzaam om te kijken hoe zij met hun publiek communiceren. En om achter de schermen met hen te praten over, hey, hoe ziet jullie boodschap eruit en hoe zien jullie dat? En ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd. Ja, het lijkt me ook wel heel inspirerend om niet altijd bezig te zijn met je eigen verhaal, maar met dus ook zoveel verschillende input te krijgen. En ja. Zie je dan ook, omdat je net zei, ja, ik werk heel erg mee aan hun verhaal dan op dat moment, staat het dan ook soort van los van werk wat jij echt maakt voor jezelf? Is dat een duidelijke vraag? Even denken hoor. Ja, werk dat je maakt vanuit je eigen verhaal dus eigenlijk? Mm-hmm. Staat dat daar los van? Zit je dan in twee verschillende modussen of zo? Ja. Ik heb het gevoel, zeg maar, dat als ik het voor een bedrijf doe, dat ik toch meer een bepaald trucje doe met de standaard dingen. Want ik weet nu ongeveer wel wat ze willen horen. Ja. En dat zijn toch de standaard dingen. Weet je, het is je bent toch wat simpeler als je vanuit een bedrijf spreekt. Je probeert een grote menigte aan te spreken. Dus dan ja, het is het gewoon wat makkelijker. Terwijl als ik op mezelf, als ik zelf schrijf, dan ben ik misschien iets. Zitten er wat meer verborgen dingetjes in of zo, die je ontdekt als je het 5 keer hebt gelezen of gehoord. Of zitten er wat meer ritmische dingetjes in. Terwijl voor een bedrijf is vaak gewoon belangrijk dat de kernboodschap erin voorkomt. En dat het voor iedereen herkenbaar is. Dus ik heb daar wel veel van geleerd. Ik heb daar ook wel weer een stukje meegenomen van mijn eigen werk. Dat mijn eigen werk wat begrijpbaarder is, meer begrijpbaar is geworden. Dus ja, het is wel anders. Maar ik denk dat met de tijd is mijn werk ook misschien nou, niet simpeler, maar wel duidelijker geworden. Al heb ik dan ook wel weer projecten waarmee ik dan wel weer iets ingewikkelders kan doen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen 3 jaar een act gedaan met elektronische muziek, met techno. En de teksten daaromheen zijn wat meer mystieker, psychedelischer. En dat mag dan ook, omdat dat zeg maar het concept is van Space Age Poetry heet het. En dan ben ik ook weer anders dan Justin Samgar, die gewoon op het podium in zijn eentje staat spoken word verhalen te vertellen, zeg maar. Ja. Dus ik vind het ook heel prettig om te switchen tussen verschillende stijlen. Ik heb een theatershow gedaan 5, 6 jaar geleden. En daarin probeer ik zeg maar de minder leuke dingen in mijn leven, zeg maar, uit mijn jeugd en uit depressies en burn-outs, met heel veel humor te vertellen. Dus dan ben je al veel meer op de cabaretachtige manier bezig. Dus er zijn verschillende stijlen in de concepten die ik gebruik, zeg maar. En ik denk dat dat ook een soort van zoeken was naar wat vind ik nou het allerprettigste om mee te werken. En ik ben nu weer met een nieuwe show bezig. En dat wordt hem hoor. Dus dan zit ik dan uiteindelijk te denken van, oh, misschien is dit het dan. Weet je wel? Dus ik ben als artiest gewoon voortdurend dingen aan het proberen. En ja, met die bedrijven, nou, oké, jullie willen het op zo'n manier, doe ik het op die manier. En met die techno denk ik van, oké, dit zijn allemaal
ja, ik wil ze niet over één kam scheren, maar als je op zo'n feestje staat met elektronische muziek, heeft bijna iedereen drugs gebruikt. Dus dan pas je je teksten daar ook op aan en je stemgebruik. Dus ik ben altijd wel aan het spelen geweest met verschillende soorten publiek. En aan het kijken van, hey, hoe kan ik die bedienen? En uiteindelijk probeer je dan, denk ik als artiest, om daar allemaal van te leren en een soort van, ja, I don't know, meesterwerk te maken. Of uiteindelijk je stijl te kunnen bevatten. Of ja. Wat voor mij echt wel een interessant ding is, waar ik ook de laatste tijd heel erg mee bezig ben door het maken van die nieuwe theatershow, is van oké, is deze theatershow nou eindelijk het perfecte middel om mezelf duidelijk te kunnen laten zien aan de wereld? Alsof ik voortdurend aan het zoeken ben naar het perfecte medium of het perfecte verhaal om mezelf te kunnen laten zien op een manier dat iedereen me begrijpt, zeg maar. Ja, en dat ja. is denk ik een zoektocht die nu al 10 jaar duurt. Mm-hmm. En misschien gaat hij nog 30 jaar door, I don't know. Of misschien gewoon je hele leven waarschijnlijk. Ja, je blijft voortdurend ontwikkelen en leren. En je ziet ook weer andere artiesten waarvan je denkt van, oh ja, dit is ook inspirerend. Ja. Hier kan ik misschien ook iets van leren of iets van gebruiken. Ja, precies. Maar is het dan, je zoekt dan dus ergens naar een soort van één ding waarin je het allemaal kan laten zien. Maar het lijkt me ook dat het wel heel lekker is dat je juist die verschillende kanten van jezelf op verschillende manieren kunt uiten. Dus de Justin die bij een bedrijf zit, of de Justin die elektronische muziek maakt, en dan weer de Justin die een theatervoorstelling maakt, dat ook allemaal losse dingen zijn waar je tussen kunt switchen. Dat lijkt me ook wel weer lekker. Ja, is ook heel prettig. Het kan soms wel een beetje onoverzichtelijk zijn of veel. Maar ik merk wel, zeg maar, de afgelopen 3 jaar heb ik me heel erg gericht op de Space Age Poetry met de techno. En heb ik me eventjes onttrokken van die hele spoken word scene. Omdat ik ongeïnspireerd was door alles wat er gebeurde. En ik merk nu dat nu ik dat 3 jaar heb gedaan en ik nu weer bezig ben met een nieuwe spoken word theatershow en een nieuwe spoken word teksten, dat ik weer opnieuw geïnspireerd ben, omdat ik even 3 jaar die ademruimte heb genomen uit die hele community. En dat ik meer nu in de techno scene zat de afgelopen 3 jaar. En nu ook weer de spoken word community beter kan waarderen, omdat ik ze 3 jaar heb gemist, zeg maar. Terwijl als je er heel lang middenin zit, mm-hmm. Dan kan je het soms zat worden. Of denk je van, nee, dit inspireert me niet meer. Of het is allemaal hetzelfde. Ja, snap ik. En nu ben ik weer opnieuw geïnspireerd. En ook meer gedreven om mijn nieuwe werk weer neer te zetten. Tof, ja, dat is ook een goeie. Dat je er dus daardoor ook echt even soms uit kan stappen. En vanuit een soort blik van buitenaf ook weer naar kan kijken. Lijkt me ook wel gezond, inderdaad. En ik wil het nog even met je hebben over jouw agency, Spoken Agency. Ja. Vertel, wat is dat? Ik ben dus eigenlijk altijd al commercieel bezig geweest voor bedrijven. En 3 jaar geleden bedacht ik me van, ik heb nu even geen zin meer in die hele spoken word community. Ik ga me eigen richten op techno en daar gewoon lekker doorheen lopen bazelen. En daarnaast dacht ik van dat hele schrijven voor bedrijven en commerciële organisaties, dat is iets waar ik mag dat wel zeggen. Ik was de eerste in Nederland die dat echt deed, zeg maar. En ik zag de spoken word community echt groeien. Steeds meer mensen kwamen daarin, steeds meer nieuwe artiesten, steeds meer publiek. En toen zag ik ook mensen die dachten, oh, Justin die doet dat voor bedrijven, dat gaan wij lekker ook doen. Wat prima is, dus iedereen zijn goed recht natuurlijk. Ik voel me wel een beetje dat ik dacht van oké, maar nu is iedereen, zeg maar, in mijn jachtgebied bezig. Wat ga ik nu doen? Ga ik ze daar laten of ga ik een leidende rol nemen hierin? En toen ben ik Spoken Agency gestart, omdat ik dacht van als wij met een aantal artiesten samen zijn en ons aanbieden voor aan die commerciële partijen, dan staan wij sterker dan iemand in zijn eentje staat. Dus daarnaast kunnen we elkaar ook
helpen. We kunnen elkaar dingen leren van, hey, dit is zoals ik dat doe met bedrijven of met facturen of met acquisitie, verkoopgesprekken, whatever er allemaal bij komt kijken. Dus dat je elkaar ook daarin helpt, zodat we een betrouwbaar bedrijf worden. Wat ook betrouwbare artiesten aanbiedt, zeg maar, voor commerciële partijen. Want als er iets belangrijk is dus voor een bedrijf, dan is het dat je aan je afspraken houdt en dat je te vertrouwen bent. Nou zeg ik niet dat de meeste artiesten niet te vertrouwen zijn en zich niet aan afspraken houden, maar het komt wel heel vaak voor. Het is sowieso een soort stereotype van artiesten. Oh, ze zijn altijd te laat, ze zitten in een andere wereld en bla bla bla. En ik vind het heel prettig om al die vooroordelen te tackelen. Want dan is de opdrachtgever super blij met je. Want dan ben je niet dat stereotype. En dan zijn ze, oh wauw, een artiest die gewoon normaal de afspraak nakomt. Of gewoon op tijd is. Ja. Ja, dus dan ga ik prat op. En daar sta ik altijd heel erg voor met Spoken Agency. We zijn nu met 32 artiesten. Die ik dus begeleid in hun commerciële opdracht. Ik bied ze aan als creative copywriter, als voice-over, als artiest voor commerciële evenementen. En ja, de een heeft daar meer begeleiding in nodig dan de ander. Maar ik doe wel het hele onderhandelingsproces ook. Facturering, verkoopgesprekken, acquisitie, promotie. Iedereen zet op onze website met een video en met een bio en mooie foto's die allemaal in hetzelfde huisstijltje passen. Zodat, ja, dus ik heb eigenlijk de afgelopen 3 jaar steeds gewerkt aan hoe wij gewoon een professioneel bedrijf kunnen zijn, zeg maar. En ik geloof dat we dat nu zijn. Ik heb, die ga ik meteen even bijpakken. Ik heb afgelopen jaar deze gewonnen. Wat is dat? Best Agency? Het is een, certificaat van Fonk. Fonk is zo'n marketing magazine. En vorig jaar, of nee, hebben we dat elk jaar, de Fonk 50 beste creative agencies. Daar zaten wij ook tussen. En wij stonden geloof ik ook op de 3e plaats wat betreft creatieve content ontwikkelen. Omdat we gewoon best wel een uniek bedrijf zijn, zeg maar. Dus daar ben ik heel trots op. Ja, terecht ook. Maar als ik dit zo allemaal hoor, dan denk ik soms ook een beetje, waar haal je al die tijd vandaan? Je doet zoveel verschillende dingen, want dat hele bedrijf, heb je dat ook in je eentje opgezet? Hoe je dat inderdaad, je noemt een aantal dingen, acquisitie, er komt zoveel bij kijken. Doe je dat allemaal zelf? Hoe doe je dat? Ja, nachtelijk doorwerken. ja, dat is een beetje een ding voor mij. Ik heb denk ik altijd al een soort... ik ben altijd al een workaholic geweest. En sinds ik dit heb gevonden 10 jaar geleden, hou ik dat beter vol. Omdat mijn hart hier ligt, zeg maar. Dit is iets wat ik voor mezelf doe. Waarvan ik weet van, hey, als ik dood ben, dan laat ik dit achter. En dit is mijn levenswerk. En daar geloof ik in. En dat had ik niet toen ik in een magazijn stond. Of in een winkel of in een fabriek. En nu heb ik dat wel. En ik heb altijd al 60, 70 uur per week gewerkt. En dat doe ik nu nog steeds. Alleen het is de afgelopen 10 jaar voor iets waar ik in geloof. En als... Wat ik ook zie als mijn nalatenschap. Dus ik probeer gewoon iets na te laten in deze wereld. En natuurlijk probeer ik dat als artiest. Maar dat probeer ik ook met dingen als Spoken Agency. En ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met het opzetten van een Spoken Word Academy. Die ik volgend jaar wil lanceren. En... daarnaast ben ik ook bezig met, wat wilde ik nou zeggen? Ik was met nog iets bezig. Nou ja, ik ben met theatervoorstelling, academy. Ja, theater, ja. Maar ook gewoon dingen die, waar andere mensen ook iets aan hebben, zeg maar. Dus niet alleen voor mezelf als artiest van, oh, dit is een theatershow die ik moet neerzetten. Maar ook zo'n spoken agency. Als ik er
mee stop, met pensioen ga of whatever, dan kunnen andere mensen spoken agency voortzetten. En dan kan tot in het einde der tijden kunnen artiesten spoken agency gebruiken als platform om betaalde opdrachten te krijgen. En zo'n Spoken Word Academy die ik volgend jaar wil starten, kan ook gewoon voor altijd zijn. Als een traject wat jou van A tot Z kan leren hoe je een professioneel spoken word artiest wordt. Van subsidieaanvragen tot commerciële opdrachten, tot inspiratie vinden om te schrijven, tot het blijven groeien als artiest, tot performen, alles zeg maar. Ja, heel dus dat vet. Soort dingen wil ik gewoon maken, omdat ik weet dat het groter is dan ik. En ook dat het blijft als ik weg ben, zeg maar. En dat is iets wat ik heel mooi vind om aan mee te werken. En inspirerend. En daarom hou ik het vol. Ja. Om er zoveel tijd aan te besteden. Ja, nee, dat snap ik. En het gaat denk ik ook misschien veel om verbinding. En je geeft ook best wel iets door. Je lijkt soms ook een soort mentor voor die mensen bij Spoken Agency. En bij zo'n Spoken Academy lijkt me dat ook. Heb je zelf iemand gehad die jou zo heeft begeleid? Of heb jij dat gehad? Of gemist? Nee. Gemist wel, ja. En daarom ben ik het geworden, denk ik. Omdat ik heb altijd al behoefte gehad aan een manager. Of iemand die het voor me overnam. Want ik werd er zo vaak doodmoe van. Dat ik, en nog steeds, dat je jezelf voortdurend moet gaan verkopen. En dan helemaal met social media. Dat het gewoon lijkt alsof het nooit stopt. Weet je? Dat je jezelf de hele tijd aan het promoten bent. En van, hé jongens, kijk mij nou. Ik ben echt de leukste hoor. Boek mij. En er zijn genoeg momenten gehad dat ik dat helemaal zat was. Dat ik er helemaal doorheen zat. En dat ik gewoon, ja, echt een manager nodig had. Of ouders. Of familie. Of whatever. En dat heb ik nooit gehad. Dus ik denk dat juist ook omdat ik zeg maar al heel jong van huis ben weggegaan en voor mezelf heb moeten zorgen. Dat ervoor heeft gezorgd dat ik dit volhoud. Omdat ik van jongs af aan al voor mezelf zorg. En dat ik eraan gewend ben dat ik op niemand hoef te rekenen. Dat ik het allemaal zelf moet doen. En ik denk dat dat me sterker heeft gemaakt. En er ook uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik nu die rol aanneem voor andere mensen. Van, hey, oké, ik wil jullie helpen hiermee. Want als ik jou was, wat ik vroeger was, dan had ik daar heel erg behoefte aan, zeg maar. Ja. Dus die behoefte, die heb ik niet meer. Maar ik kan dat hopelijk wel zijn voor andere mensen. Supermooi. Te gek dat je dat doet. En volgens mij ook heel erg bent voor heel veel andere mensen. En ik ben heel erg benieuwd wat daar nog allemaal van gaat komen. Nog een hele hoop, denk ik dus. Weet je wat ik wel bijzonder vind? We hebben het hele gesprek nog niet over corona gehad. Goed, toch? Ja, inderdaad. Nee, ik zat wel aan mijn achterhoofd een paar keer, maar ik dacht, nee. Nee, ik ben er eigenlijk ook wel heel blij om. Dat je ook nog gesprekken kan hebben zonder het daarover te hebben. Ja. Toch? Het gaat er al best wel vaak over, toch? Precies. We weten het nu wel. We weten het nou wel. Ja, absoluut. Nou ja, het blijft natuurlijk een lastige periode. En, zeker. Ja, zeker. Ik zie jou nu natuurlijk niet. We zitten niet direct tegenover elkaar. Ja, ik zie je wel, maar via een scherm. Ik ben nog wel naar een paar dingen benieuwd. Ik heb tot slot nog een paar een beetje corona-gerelateerde vragen. Maar daarvoor ben ik nog wel heel benieuwd. Want, ja, ik vind het eigenlijk heel mooi wat je doet, wat je zegt. En we hebben het ook een klein beetje gehad over die commerciële kant. Ik weet dat veel van mijn luisteraars daar ook altijd wel heel erg benieuwd naar zijn. Jij hebt dus heel veel bedrijven benaderd. Je bent daar heel actief in. Heb je bepaalde tips voor op het gebied van marketing? Want dus niet iedereen heeft zo'n manager of zit bij een agency. Hoe kan je jezelf als artiest toch proberen weg te zetten op dat soort plekken? Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je een website hebt en goede content. Want dat is eigenlijk je visitekaartje. Dus dat je, en natuurlijk ervaring, hè, je hebt podiumervaring nodig.
voor een heleboel redenen. Want dan ben je pas echt een goede podiumartiest als je echt op het podium staat, als je dat ook kan aantonen. Dat aantonen doe je door middel van een content, zoals video's, foto's, plekken waar je hebt opgetreden, verhaaltjes daarover, referenties. En die kun je dan weer allemaal kwijt op een website die er gewoon enigszins ja, overzichtelijk en netjes moet uitzien. Zonder al te veel artistieke verhalen, maar gewoon met een duidelijke biografie. Waar je hebt gestaan, wat je doet, waar je voor staat. Dat mensen gewoon in één blik kunnen zien wie jij bent als artiest en wat je hebt gedaan. En wat je niveau is. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En daarnaast is het ook belangrijk dat als je wordt gebeld of als je wordt gemaild, dat je binnen 24 uur reageert. Want ja, dat is normaal, vind ik. Maar de meeste bedrijven ook. En podia ook, culturele podia, maatschappelijke podia. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarnaast, wat voor mij goed heeft gewerkt, is door het gewoon allemaal te proberen, heel hard op mijn bek te gaan. En het dan weer beter te doen. En voortdurend, het is bij mij 10 jaar lang op mijn bek gegaan geweest. En weer opstaan en het beter doen. Weet je, dat als je mailtjes hebt verstuurd naar bedrijven en er reageert niemand, ja, dan is er iets fout aan dat mailtje. En dan ga je kijken naar dat mailtje wat er fout is. En dan ga je het aan andere mensen vragen van, hey, ik heb dit mailtje gemaakt. Wat vind jij van het mailtje als jij een bedrijf was? En je gaat gewoon zoveel mogelijk informatie inzamelen om maar te kijken hoe jij beter kan worden. Of in dat mailtje, of in die website, of in je social media post, of in je performance. Het is continu kijken van hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat, of niet eens beter worden, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen me beter begrijpen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met mijn boodschap op het podium beter binnenkom, maar ook op social media en op de website en in een verkoopgesprek? Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, ja, dus al allemaal die communicatie. Ja, inderdaad, het is gelijk wat je communiceert naar de buitenwereld. Het is toch iets wat veel artiesten, denk ik, toch overslaan. Je gaat ervan uit dat wat je maakt, dat is ja, wat voor je spreekt. Maar het is natuurlijk ook hoe jij jezelf naar buiten laat zien, wat bedrijven willen zien. En ik vind het wel grappig dat je ook zei, niet een al te artistiek ingewikkeld verhaal op je site, maar ook gewoon duidelijk, dit is het, dit doe ik, hier sta ik. Ja. Ja, hele goede tips, denk ik. Ja. Ik denk dat een heleboel artiesten hele mooie verhalen hebben over wie ze zijn als artiest. En dat qua tekst ook heel creatief hebben ingestoken op hun website. En dat kan super mooi zijn, maar als ik programmeur ben in Paradiso of bij een of ander festival, dan heb ik geen tijd om dat allemaal te lezen of door te hebben. Ik wil gewoon weten waar jij hebt gestaan. En hoe lang je dit al doet. En ik wil een toffe video zien om te weten hoe dat voelt. In plaats van een heel verhaal. Ik bedoel, ja. Ja, net zoals in mailtjes, denk ik. Mensen hebben gewoon tijd om de eerste paar regels vooral te lezen. Ik had ook eerst dat ik dan een heel verhaal. Dat je wil gewoon, omdat het je dierbaar is, wil je natuurlijk jouw verhaal zo goed mogelijk omschrijven. Maar ja, als je daar een heel A4 voor nodig hebt, dan is iemand toch al afgehaakt. Ja. Ja. En dat is in het begin best wel moeilijk om dat soort dingen te accepteren, merkte ik. Maar het werkt wel. Ik vond bijvoorbeeld heel kut in het begin dat niemand reageerde op mijn mailtjes. Tot ik zei van, hoi, ik ben huisdichter van Spuiten en Slikken. Of hoi, ik ben huisdichter van BNN, 3FM, Giel Beelen, bla. En als ik dat in mijn eerste zin zei, dan reageerden ze opeens, reageerden 40%. Ik denk, oh, nou ja, dat is wel echt aanzienlijk, 40%. Dus ik heb dat jarenlang gedaan. En ik vond het altijd heel erg irritant. Maar ik doe het nog steeds. Ik zet nog steeds in mijn eerste paragraaf, of mijn eerste twee paragrafen, neer voor welke grote merken, welke grote podia, welke grote omroepen. En mensen worden daardoor getriggerd, omdat het voor hen een soort van keurmerk is. Ja. Als je daar hebt gestaan, dan zal je wel goed zijn. Mm-hmm. Dus
Het voelt soms een beetje goedkoop of zo, inderdaad. Dat je gelijk daarmee komt, terwijl dat helemaal niet alles is wat jij bent of zo. Nee, absoluut niet. Maar ja, het werkt dan toch, inderdaad. Maar ja, niet iedereen is huisdichter geweest bij BNNVARA. Wat doe je nou als je beginnende artiest bent en je nog niet al die grote namen hebt op je lijstje? Hoe zou jij dan op proberen te vallen als artiest? Ja, heel veel optreden, denk ik. Dat is sowieso iets waar ik het meeste van heb geleerd, is door veel op te treden. En daardoor heb je ook weer... Hey, ik heb bijvoorbeeld ook in het begin op heel veel grote plekken gestaan waar ik een heel klein dingetje mocht doen. Dus ik stond in hele grote theaters waar grote comedians hun shows gaven en ik mocht dan 5 minuten voorprogramma doen. Maar ja, dan zei ik wel gewoon van, hey, ik heb opgetreden in dat theater. Vet, hè? Ja. Ja, niemand die gaat checken of ik daar een hele show had of maar 5 minuten. Of, hey, ik heb opgetreden in Paradiso. Ja, was in de kelder van 50 man. Maar ja, ja. Lekker boeiend. Ik heb gewoon opgetreden in Paradiso. Precies. En dat is wat werkt. Weet je, ik lieg niet. Ik maak gewoon gebruik van ja, wat ik tegenkom. En ik zie dat het werkt. Dus in principe is dat ook gewoon verhalen vertellen, denk ik. Gewoon je eigen verhaal op de mooiste manier vertellen. Ja. Denk ik. Ik bedoel, ik denk dat iedereen dat op een bepaalde manier doet. Ik bedoel, als je op date gaat, trek je toch ook je mooiste kleding aan. Terwijl, je ziet er echt niet elke dag zo uit. Nee. Maar je doet wel alsof dat zo is. Precies. Dus en niemand vindt dat erg. Dus, nee. Nee, dat is ook eigenlijk heel logisch natuurlijk. Na sollicitatiegesprek zou je dat ook doen. En het is waarom niet op je social media of je website en dat soort dingen. Ja, oké, okay, cool. Ja. Supergoeie tips. Ik was dus nog even benieuwd hoe jij omgaat met deze tijd. Want het is toch iets wat best wel lastig is. Dat zal jij ook hebben. Al je live events gecanceld. Hoe hoop jij dat je, als dit hopelijk over een half jaar of een jaar voorbij is, wat hoop jij dan uit deze tijd gehaald te hebben? Oef. Ik vind het heel moeilijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het gevoel heb dat ik maar wat aan het doen ben nu. Ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen nu. Door... Ja, ik heb eigenlijk van het begin af aan... ben ik meteen in actie gekomen. Ook omdat ik natuurlijk 32 artiesten bij de agency heb die allemaal zonder werk zitten. En daar gedeeltelijk op mij rekende daarvoor. Ik ben meteen een sneldichtservice gestart toen de quarantaine net begon. En toen hebben we met z'n allen zeg maar gedichtjes geschreven voor eenzame mensen tegen vrijwillige bijdragen. En voor de rest, ja, ik heb video's, spoken word video's gemaakt over corona en over dingen die bij mij spelen op dit moment. En ik ben plannen aan het schrijven voor subsidies. Ik wil volgend jaar mijn theatershow lanceren en die Spoken Word Academie. Dus dat is best wel veel voorbereidingswerk. Dus ik hoop dat ik daar volgend jaar gewoon lekker mee van start kan gaan. Aan de andere kant ben ik aan het kijken hoe ik met Spoken Agency, zeg maar, we hadden... De commerciële evenementen die nu dus helemaal dood zijn, helemaal klaar. En daarnaast ook de voice-overs. Dus ik ben aan het kijken hoe ik die markt, dus de video-agencies en de reclamebureaus, hoe ik die daar meer op kan richten. Dus dat ik misschien een nog duidelijkere website maak waarop wij allemaal te zien zijn als voice-overs. Zodat ik daar wat meer in kan aanbieden. Dus ik ben dan eigenlijk aan het kijken van oké, hoe kan ik zowel mijn business met Spoken Agency als mezelf als artiest zo direct volgend jaar neerzetten. Dus hoe kan ik van deze tijd gebruik maken om zo direct meteen van start te kunnen als deze rotzooi over is, zeg maar. En daarnaast probeer ik ook gewoon wel meer tijd voor mezelf te pakken. Dus ik ben nu wel...
Ik ben meer aan het sporten, ik ben meer aan het koken. Al meer tijd voor mezelf aan het nemen. Ik probeer elke dag ook even iemand te bellen. Om gewoon even een gesprek te hebben met iemand. En ja, dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk gebruik te maken van deze tijd. Maar dat is ook een soort van rijkdom, dat we nu een heleboel tijd hebben voor onszelf. En ik denk dat we die ook zeker moeten gebruiken. Ik weet dat ik 2 jaar in die burn-out heb gezeten, dat ik thuis zat. In het begin voelde ik me heel schuldig. Van, ik moet toch wat doen. Wat ben ik dan voor nut in deze wereld als ik niks doe? En ik denk dat een heleboel mensen dat nu ook een beetje hebben. Ik heb het zelf ook. Dat je dan allerlei dingen begint te verzinnen om alsnog te kunnen doen. Maar op een gegeven moment, toen ik in die burn-out een beetje gewend was aan het niks doen, toen besefte ik wat voor rijkdom het is als je al die tijd en die ruimte hebt voor jezelf. Om te kijken van, hey, wie ben ik? Wat wil ik? Hoe voel ik me? Wie zijn de mensen waar ik echt om geef? Wie wil ik voor de rest van mijn leven in mijn omgeving hebben? Dat je de tijd hebt om na te denken over wie je bent en wat je wil en waar je leven naartoe gaat. En ik merk dat het in de afgelopen 10 jaar, ook al ben ik nu artiest en doe ik hartstikke toffe dingen, dat door de snelheid van de vooruitgang alleen maar erger is geworden. Dat we steeds minder tijd hebben om na te denken over waar we naartoe willen. We worden voortdurend geprikkeld door op social media en het web van door onze collega's en onze vrienden van wat er allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is en wat die doet en wat die doet. En denk je de hele tijd van, oh ja, maar dat moet ik ook. Oh, dat moet ik ook. Oh, dit is er mogelijk. Oh, dat wil ik ook. Absoluut. Terwijl het hoeft niet. Weet je, vroeger hadden we meer tijd voor onszelf. En om na te denken over waar we nou eigenlijk naartoe wilden. En ik denk dat dat heel positief is aan deze tijd. Dus die probeer ik ook op die manier te gebruiken. Dan gewoon even niks te doen af en toe. En gewoon even na te denken van, nou, waar gaat het eigenlijk heen? En gun jezelf even de tijd. Want je wil nu weer aan een plan gaan beginnen. Maar laat het even rusten. Gaan eerst gewoon even een weekje gewoon even klussen in huis of zo. En dan komt er vanzelf wel weer een nieuw idee. Of laat het even bezinken. Of praat er even over met een aantal mensen voordat je meteen weer ergens inspringt. Dus ja, ik denk dat dat voor mij ook wel gek genoeg komt het op zich best wel goed uit of zo. Ik heb financieel een enorme klap gekregen hierdoor. Wat best wel ja, erg is. Maar aan de andere kant zie ik wel ook de positieve dingen die ik hiervoor terugkrijg. En dat ik eventjes weer moet gaan kijken van, oh ja, maar welke kant gaat het ook weer op? En wat is nou echt belangrijk? Ja, het is natuurlijk ook. Ik hoor dat. Het is sowieso heel herkenbaar en heel mooi wat je zegt. Ik hoor dat ook van veel andere mensen, dat het toch wel een soort van als heel welkom komt, die rust die we opeens hebben. En dat je dat ook wel doet beseffen van ja, we moeten eigenlijk niet een pandemie nodig hebben om te beseffen dat we wat rustiger aan moeten doen, natuurlijk. Dus nou ja, Ja. hopelijk is dat misschien dan iets wat we mee gaan nemen in die toekomst. Dat iets minder Ja, gejaagde. ik denk dat we sowieso iets gaan meenemen hieruit. Ik weet niet wat het is. Maar er gaan sowieso dingen meegenomen hier. Ik denk dat mensen nu ook merken dat het, als zo direct die hele quarantaine gedoe voorbij is, dat het misschien toch best wel relaxed is om 1 of 2 dagen per week thuis te werken. Of dat je misschien toch wat meer tijd moet maken voor je kinderen of voor je vrienden of voor je familie. Dus ik denk dat dat soort kleine dingetjes al een wereld van verschil kunnen maken. Ik hoop dat we het gewoon niet vergeten. Ik hoop dat ook heel erg. Soms ben ik ergens bang dat het net zo is als als je een lange vakantie hebt gehad of zo. En dan denkt, oké, als ik terug ben, ga ik het helemaal anders aanpakken. En Ja. dat je dan toch gauw weer je oude gewoontes verzandt. Maar ik denk ook, hoe dan ook, zullen we alsnog wel iets meenemen van dit. Ja, en dan is het maar een klein percentage van de mensen die er iets in meeneemt. Ook dat kan alweer een golf in beweging zetten. Ik bedoel, als je kijkt naar
De kleine hoeveelheid mensen die eerst tegen Zwarte Piet was. Ja. Of de kleine hoeveelheid mensen die tegen vlees eten was. Die zijn, doordat ze zichzelf kenbaar hebben gemaakt en blijven laten horen, zijn die gegroeid. Ah, ja. Dus ik denk dat je niet echt een meerderheid nodig hebt om verandering, zeg maar, in te zetten. Dus al zijn er maar een aantal mensen die vanuit deze crisis voortkomen, die zeggen van, weet je wat, ik ga voortaan het helemaal anders doen. Ik ga ander werk zoeken, of ik ga werk zoeken waarbij ik meer tijd heb voor mezelf of voor mijn kinderen. Of ik ga meer thuiswerken. Dat al een soort van beweging in gang kan zetten. Dat vind ik mooi, dus op zich, ja. Goeie manier om ik naar zie te het kijken. Wel positief. Ja. Goeie manier om naar te kijken. En misschien een goede ook om mee af te sluiten, want we moeten alweer een beetje afronden. Ja. Is er nog iets wat ik jou had moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Nee, we hebben best wel veel besproken, hè? Volgens mij wel. Nee, ik weet het zo even zien. Volgens mij hebben we echt heel veel gesproken. Volgens mij ook. Nee, ik vond het hartstikke leuk. Nou, ja. Fijn. Ik ook. Je hebt heel veel hele mooie dingen gezegd. En ik ben super benieuwd ook bijvoorbeeld naar je theatervoorstelling, waar alles samen gaat komen. En, ja, hopelijk. Dus ja, ik wil eigenlijk zeggen heel erg bedankt voor je tijd. Dat was hem. Nogmaals dank Justin voor het mooie gesprek. Ik vond het heel inspirerend om te horen hoeveel hij in 10 jaar al heeft bereikt en hoe hij altijd zijn eigen pad is blijven banen. Nou, aan het einde van deze gesprekken doe ik altijd wat takeaways. Dan vertel ik wat ik sowieso mee ga nemen uit het gesprek en waar ik iets mee kan gaan doen. Dus bij deze mijn takeaways. Nummer 1. Vind je eigen community. Justin heeft heel veel geleerd van de dicht- en poëzie-scene, maar hij voelde zich er nooit echt helemaal thuis. Toen hij zich op een gegeven moment met rappers ging omringen, toen merkte hij dat hij vanzelf al geaccepteerd werd als dichter. Hij hoefde niet meer te bewijzen dat hij echt een dichter was. En natuurlijk is het goed om te leren van de mensen om je heen, maar het is ook fijn om een community te hebben die jou vertrouwt en die jou misschien ook weer vanuit hele andere invalshoeken kan inspireren. 2. Vallen en opstaan. Justin wist natuurlijk ook niet opeens in 1 keer waar bedrijven op zouden zitten te wachten. Hij is gewoon gaan proberen, gaan fine-tunen, gaan tweaken, tot hij een compleet pakket had waar eigenlijk, ja, waar hij en zelf blij van werd, waar zijn artiesten onder zijn agency blij van worden en wat ook nog eens iets is waar bedrijven en andere mensen echt op zitten te wachten. Dus, je hoeft je niet rigoureus te blijven vasthouden aan wat jij precies doet. Kijk eens of je een beetje kan meebewegen met andere mensen en of je misschien wat kan aanpassen gaandeweg. 3. Wees betrouwbaar. Verbreek dat stereotype van de artiest die altijd te laat komt of niet kan communiceren. Reageer gewoon binnen 24 uur en zorg dat je een website hebt waarop helemaal duidelijk is wie jij bent en wat je doet. Ja, bedrijven willen natuurlijk niet een soort risico lopen, ze willen zekerheid. Dus ja, geef duidelijk aan wat jouw niveau is, wat je kunt. 4. Klein maar concreet, als er niemand reageert op je e-mails, is er iets mis met die e-mails. Ja, klinkt misschien een beetje hard, maar dat is waarschijnlijk wel zo. Soms is het ook heel lastig om dit allemaal zelf te moeten doen. Ja, hoe stel je nou zo'n goede e-mail op? Waar zitten mensen op te wachten? Maar dit hoef je ook niet alleen maar zelf te doen. Vraag eens in je vriendenkring, bij mensen die misschien een bedrijf hebben of misschien wel helemaal niet. Wat zou jij vinden van dit mailtje? Waar zou jij wel of niet op reageren? En dit geldt natuurlijk niet alleen voor je e-mails, maar eigenlijk in alles wat jij naar buiten brengt. 5. Last but not least, een kleine groep mensen kan al een heel groot rimpeleffect veroorzaken. Natuurlijk gaat niet iedereen opeens na deze crisis zijn hele leven aanpassen. Maar misschien gaan een paar mensen toch al een beetje kijken van, hey, misschien wil ik wel iets meer tijd spenderen met mijn familie. Misschien wil ik wel iets meer rust nemen en iets minder gejaagd leven. Als er al een paar mensen dat doen, dan kunnen we ook makkelijker met z'n allen dat voorbeeld volgen. Dus wie weet gebeurt dat. Ik hoop zelf een beetje dat dat is wat we meenemen van deze tijd. Nou, heel erg bedankt Justin voor dit interview. Jij heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, abonneer of luister verder op Spotify. Stuur daar een review, deel het met je vrienden. Daar word ik echt super blij van. En zo kunnen we nog meer makers inspireren.
Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.